Potje padel is powered by de Padellers. Daar zitten we alweer. Ik ben er wel blij mee, Peter. Ja. Ik heb er echt zin in. Ja, want het is, uh, het is alweer een week geleden. Ja, we hebben elkaar ook een week niet ja, gezien. Jamie, ik heb je een week niet gezien. Nee. Ik heb een brandende vraag. Nou. Toch wel. Mag dat even voordat we gaan beginnen? Tuurlijk. Heb je al gespeeld? <laughs> heb je al een keer gepadeld? Nou, bijna. Bijna. Ja, ja, bijna. Wat is bijna. Ja, bijna is dus dat, dat er wel uh, vrienden vroeger, uh, kom, want ik had ze verteld, ja, ik ben bezig met een podcast, Pardel. Hmm. oh wat leuk en, uh, en uh, dan moeten we het ook spelen. Die wisten dat ik dat nog nooit had gespeeld. En ja. die hebben gelijk een afspraak gemaakt. En toen zeiden, oh dat is leuk, ja, ik kom zeker, uh, op mij kun je rekenen, tuurlijk. Maar ik had iets anders staan in die agenda, dus ik heb het nog, nog, nog niet gedaan. Je had een te drukke agenda om het gewoon nu te gaan doen. Je was nou, even te, had, met te veel dingen. Ik had dingen eigenlijk doen. helemaal geen drukke agenda. Ik had één ding in mijn agenda staan. En het was precies op het moment dat zij <laughs> gingen padellen. Het leek of ze er van tevoren in mijn agenda hebben gekeken. Dus ik heb het nog niet gedaan. Maar ik heb wel veel zitten denken over de aflevering van vorige keer. Mm -hmm. En wat mij bij is gebleven was vooral de zin dat iedereen die begint heeft gelijk het gevoel dat hij het al behoorlijk goed kan. En daar gaan we het vandaag, weet ik zeker, met de juiste persoon langer en meer over hebben. In Potje Padel praten ik, Peter Heerschop en ik, Jamie Trinité, over de meest populaire sport van dit moment, Padel. Is dat nou terecht of hebben we het over een paar jaar gewoon over squash en tennis? We bespreken het vandaag met Steffi Weterings. Zij is namelijk op dit moment de nummer 1 Padel ja, in de, Nederland. De beste vrouw. De van beste Nederland, vrouw ja. van Nederland. Goedemiddag, mannen. Ben ik blij, want kijk, hij kent jou niet, hij snapt niks van Padel. <laughs> Nee, sorry, hij snapt er echt niks van. Maar okay. ik vind het dus geweldig dat jij hier bent. Nou, dat is heel fijn. Ik vind het gezellig. Mag ik daar wel iets over Ik ben natuurlijk wel onder de indruk gelijk. En ik ben super geïnteresseerd. Kijk, dan, dan, dan praten we in aflevering 2 al met ja. de absolute top van Nederland. We kunnen niet meer beter nu. Ja, en zo begint toch vaak ook wel. Um, ja, het enthousiasme voor een sport, dat zie je bijvoorbeeld in uh, als als de als de voetbalvrouwen opeens iets winnen, dan gaan duizenden meisjes willen willen dan ook voetballen. En dat is hier da daarom een iemand die, die zo goed is, die dat is ook een voorbeeldfiguur. Dus ook voor mij. Steffi, voordat ik jou wij jou nou heel goed vinden. Mm -hmm. ja. Hoe goed vind jij jezelf? Nou, dat valt reuze mee, hoor. Ik vind het wel leuk, die complimentjes hier. Ik ja, nee, die komen de hoop. hele dag door. Wat ook. gezellig. Ja, um, nee, ik ben van mezelf best wel bescheiden um, en heel perfectionistisch. Dus het moet bij mij altijd beter. Mm -hmm. um, maar als jullie het zo omschrijven, denk ik: oh, de beste vrouw van Nederland. Zo heb ik het helemaal zelf niet bekeken. Maar op papier is dat natuurlijk zo. Dus dat is dan wel weer fijn, eigenlijk. En um, dat is wel op een wel Op een interessante manier gegaan, want je hebt natuurlijk veel getennist. Nou, dat is niet gek. Er zijn heel veel die natuurlijk zijn vanuit het padel naar vanuit tennis naar het padel gegaan. Ja. kan je vertellen hoe je vanuit tennis, volgens mij ook een lange tijd niet serieus gesport en dan opeens dat padel. Ja, klopt. Ja, ik heb getennist in mijn jeugd uh, op het hoogste niveau wel dan, nationaal, internationaal. En toen ik 18, 19 was, ben ik daar eigenlijk mee gestopt. Waarom? Um, ja, een hele. Samenloop van omstandigheden, denk ik. Ik vond het reizen vond ik echt totaal niet leuk. Het mm. was natuurlijk heel veel weg. Ja. Um, het stukje eenzaamheid vond ik lastig. Ik was ook jong en toen al perfectionistisch. Dus als het niet ging zoals ik wilde, ervaarde ik dat echt als een grote teleurstelling. En je speelt veel toernooien. Dus je ja, wordt dus ook wel, je wel teleurgesteld. Je verliest ook wel eens. Ja, ja, en ik legde mezelf heel veel druk op. Waardoor ik ook wel wat last kreeg van blessures. En toen was ik 19 en toen dacht ik, ja, als ik nou gewoon stop, dan word ik ook niet meer teleurgesteld. En laat ik gewoon eens een soort van mijn jeugd uh, opnieuw gaan beleven. Um, uiteindelijk wel een beetje spijt van gehad. Omdat ik dacht van ja, weet je, het is wel echt de weg van de minste weerstand. Alleen je bent dan zo jong dat je dat nog niet helemaal beseft. Nee. Um, en toen was ik ongeveer 30, denk ik, zoiets. 31, zoiets. Dus 11 jaar later. Ja, best wel een stuk later. Ja. ja, in die tussentijd heb ik wel heel veel les gegeven. Heel veel coaching gedaan in de tennis. En uh, wel veel in de sportschool gezeten. Want ik ben wel altijd met sport verbonden. Dus of het nou tennis is of fitness of padel, ik doe altijd wel iets. Ja, mag ik nou... je heel even aanvullen, Peter? Dat weet je niet. Maar ze is dus echt heel erg fit. <laughs> en, ja, nee maar dat kan jij niet over jezelf zeggen. Het is dus niet gewoon van ik doe een beetje sporten, snap je? Ik ga een keertje naar de gym. Ze is echt heel erg fit. Maar waar baseer jij deze vraag op? Vind... Dat jij denkt dat. Nou, ik dat, gewoon... dat ik niet weet dat ze heel erg is? Nou, fit ik wil het gewoon even aangeven. Ik weet het hebben. inderdaad niet. Maar, nee. maar ik vraag gewoon: waar nee, baseer nee. je het op? Nee, maar ik vind het gewoon leuk om je ja. even mee te nemen. En, en dat dit moest even ingeverder in. Maar, maar waarom weet jij dan hoe fit zij is? Want, nou ja, wat, dat uh, volg jullie... ik op haar Instagram. En dat heb ik gezien. En ik heb haar ook een aantal keer zien spelen. En, en zij maakt, denk ik, en daarom wil ik weten over je padel. Ik denk dat jij ook echt het verschil maakt met je fysiek soms wel. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, also, daarom... ja maar laten we eerst even oppakken. Elf jaar later ja. en toen ging je padel. Ja, nou ja, het was heel uh, Ik zal vaker grappig. nog eens eventjes een zijpad met je nemen. <laughs> ik zal je vaker nog eens even bijvullen. Dat wil je dus niet. Ga nou maar door, uh, Oké, okay, ik ga door. Let vooral um, niet op ons. Dus ja, ik was met een vriendin van mij op Park. En wij waren daar aan het tennissen. En toen lagen er padelbanen. En er waren best wel wat voetballers actief. Die waren aan het padellen. Dus die vriendin van mij zei: Van joh, zullen we ook eens gaan proberen wat het is? En die was heel impulsief. Ik dacht: Jeetje, moet dat nou echt? Ik had een beetje een vooroordeel, zoals mm -hmm. best wel veel tennisers hebben. Dus wij gingen spelen en uh, die gasten zagen ons: waren allemaal van Ajax, oud-Ajaxiden, allemaal voetballers. Die zeiden: Hey meiden, vinden jullie het leuk om met ons mee te doen? Uh, even namen. Ja, namen. Ja, Galit Boelarous zat erbij. Galit. Ja, en Frank en Ronald de Boer. Oh. Danny Landzaat, nou, kan ja, dat? Kenneth ja. uh, Perez. Heel veel voetballers. Ja. Um, dus ik had zoiets oh jee, weet je, daar gaan we. Nou, ja. Dus wij spelen, we vonden het eigenlijk wel leuk. En die mannen zeiden, wij hebben een groepsapp. Twee keer in de week paddelen wij met elkaar. We vinden het leuk als er twee dames bij komen die een beetje kunnen spelen. Een beetje variatie in de groep kan geen kwaad. Nou, dus zo zijn we dat eigenlijk gaan oppakken. En jij kon toen denk ik meteen wel een beetje met die voetballers mee, toch? Ja, op zich wel. Als we eerlijk zijn. Ja, maar de voetballers kunnen echt wel padel hoor. Dus uh, ja. dat moet ik ze wel meegeven. Alleen, wij hebben natuurlijk uit de tennis wel echt een mega voordeel. Met ja. je netspel, met je fysiek. Dus uh, daar lag wel echt een voordeel. En toen zei die vriendin van mij: van joh, zullen we gewoon een ja, toernooitje wie, wie gaan spelen? Mijn vriendin? Dat was Michaela Krijkek ja, ja oké okay. ja jullie hebben wel ken je iets je met die? tennis ken je die <laughs> <Ja>. die wel <laughs> die, die, die ken ik, die, ik ken iedereen natuurlijk maar, maar ik, dit, is, dit vind ik dan weer ontzettend leuk dat ja, twee, twee vrouwen uit tennis en we samen voetballers en, en ja, ik zie dat dan voor me, dat die voetballers helemaal weggeslagen worden. Ik denk dat ze dat er ook niet bij durfden te zeggen. Dat, maar dat, dat dat wel het geval nee. was. Dat ja, denk ik wel. Dat was wel een beetje het geval. Alleen er zaten. Ja, dat ja, ja. Er zaten echt wel goede voetballers bij die het ons echt wel lastig ja. maakten. Um, dus ja, zo zijn we gaan uur starten. Maar half zegt ze gewoon. Nee. Joh, die gasten konden er niks van. van. Destens is nul. Ja, precies. Ja, ja, dat ja, zegt ja, ze ja, wel ja, viel, ja. Maar goed, prima. Nou, het was heel leuk, want zij hadden gezegd: van we organiseren een toernooi. Um, met nog meer voetballers. En ook John Eubank was erbij. Dus best wel veel spelers. Ja. En toen zeiden ze, doen jullie mee? Dus Misha die zei van, ja, let's go. En ik had echt zoiets van, gaan we dit doen? Nou, dat gingen we doen. En toen hebben we dat toernooi gewonnen. En toen dachten we van, hé, hey, dit is leuk. En toen hebben we het NK gespeeld, eigenlijk twee maanden later al. En daar deden we het best goed. We verloren in de halve finale. Echt ja, mag ik uh... heel, heel even? Uh, toen speelde je dus uh, uh, twee maanden pardel. ja. Heel kort nog. Ja. Twee maanden en, je, en, je, en jullie wonnen het NK. Nee, nee, ja. nee, nee, nee we wonnen niet. We verloren in de halve finale. Oké, okay, de halve finale. Ja, maar ja. echt heel close. Van de hele toppel. Ik kan weten. dit dat. Over twee maanden kan ik gewoon in de halve finale Er zijn padel mogelijkheden, staan. je ziet het. Echt waar. <laughs> ja. Ik denk dat jij ja. ook met jouw fysiek ja. echt in top Hoe je, van... je met jouw fysiek? Goed. Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Toch? Fit, top fit. Ik, ik ja. weet niet of je, of je mij volgt op Insta. Ja. Hey. Ja, heerlijk. Nee, ik onderschat niet hoe fit nee, jij bent. Nee, en ook niet wat jouw nabije nee, nou ja, ik... toekomstplannen kunnen worden. Nee. Ik, ben, ik ben nu al zeldzaam enthousiast. Ah, lekker. Hey, je kan ook met haar beginnen als je dat zou willen. Zou je dat leuk vinden? Nou, dan ga ik zo les... de... Dat zou ik ontzettend leuk vinden, ja. Toch? Ja, ik... Les van de nummer 1 van Nederland meteen dan, hè? Ja, maar dat, dan, dat maakt me wel onzeker. En, en dan voelt het me ook een beetje of... Dat is net als met, met skiën. Dan zie je op de piste mensen met topspullen die er geen bal van kunnen. Maar jij... Ja. Maar, nee, maar, 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 maar maar toch? Hij... Alles kan. Zolang wel... iemand maar leergierig is en enthousiast. Oké. Okay. Dat is het belangrijkste. En, en, en stel je voor dat ik wil beginnen. En, en, en jij zegt, nou ja, dat, dan kun je meedoen met, die, met dat groepje. Waar, waar zou je dan beginnen? Ik ben, ik ben echt een beginner. Ik heb wel getennis, maar zeker niet op jouw niveau. Echt veel lager. Mm -hmm. Maar hoe zou je dan beginnen? Wat, 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 wat is mijn eerste les? Ja, dat is afhankelijk. Kijk, heel veel mensen die net beginnen, die komen vaak een keer alleen of met z'n tweeën om echt de basistechniek op te pakken. En sommige mensen komen met ze vieren in een groepje van vier, dan kan ook. Alleen het is meer dat op het moment dat je alleen komt of met iemand samen, krijg je wat meer aandacht, sla je wat meer ballen, pak je het sneller op. Um, en het is natuurlijk afhankelijk: heb je balsport gedaan ooit in je jeugd? Ja. Heel veel bal. Nou, dat is altijd een pluspunt. En ook heel veel balgevoel heeft hij ook. Heel ja, dat, je, nou, ja, dat is top. Toch? Nou, dat, dat zou ik wel zeggen. Ja, ja nee, ik ook. Ja. Ja, je, je, zit, je bespeurt bij mij dat ik je in de maling neem. Ja, dat bespeur ik wel ja. een beetje. Nee, ik heb veel balsporten gedaan. Ja, dus maar uh, ja, je ziet het. Mijn eerste keer, Padel, was hup. Je pakt een racket, je gaat met een vriend of vriendin de baan op en je gaat gewoon spelen. En dan word je gaandeweg wordt wel verteld van oké, okay, dit moet je doen of dat zijn de regels. Of... Dus het maakt niet zo heel veel uit hoe je doet. Maar als je het goed wil beetpakken, dan ga je gewoon één op één met iemand aan de slag. Uh, maar ook wat, wel, wat voor uh... type speelster ben jij? Ja, ik ben wel een aanvallende speelster. En ik was uh, in het begin, noemden ze mij een beetje loco. Dus ik ging de, het veld in. <laughs> en alles wat ik zag, daar ging ik gewoon vol in. Alleen op het moment dat je ja, wat vaker speelt, ook tegen de goede dames. En je ziet dat je met snelheid alleen niet het potje gaat winnen. Dan ga je wel denken van: oh, oké, okay, ik moet ook leren verdedigen. Okay. ik moet wat meer leren doseren, um, maar in het begin ging ik gewoon huppeté. ze noemden mij ook wel eens hambo. ik ging gewoon het veld. zou jij überhaupt kunnen beschrijven ook aan mensen die jou nog nooit een baan op hebben zien komen hoe jij met wat voor mindset en blik ja. in je oog hoe jij die baan dan opkomt? Ja, ik heb wel een bepaalde uitstraling waar oh, dat, ik mezelf dat je niet bewust van ben. Nee, dat ben ik wel. Nou, nou wordt je... mij verteld hier. Nee, ik en daar. zal je ook nog een handreiking doen. Ik heb ook wat onderzoek wat mensen gevraagd. Die okay. zeggen: het, 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 is een beest. Oh, wow. Oké. Okay. Dus ja, als dat je dat ook in je verhaal mee wil nemen. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, weet je wat het is met mij? Ik doe alles of goed of niet. Dus er zit niet echt een middenweg. Dus dat is met Padel ook. Ja, ik ga de baan op. En als ik de baan op ga, wil ik wel echt winnen. En dat, uh, ja, dat zie je ook wel, denk <laughs> ik. En ik zeg ook wel eens van, de echte Steffi laat ik thuis. Want op het moment dat ik die meeneem op de baan... dan uh, ben ik een soort van te kwetsbaar. De en dat kan je natuurlijk niet gebruiken in een wedstrijd. Want als je kwetsbaar bent, dan word je daar natuurlijk... Uh, de echte, de echte Steffi, die laat je thuis, want die is te kwetsbaar. Of ja, dan... ik ben van mezelf wel heel gevoelig. En um, ja, lief en aardig. Alleen op de padelbaan, als ik dat ben, dan maken mensen daar soms als misbruik van, want iedereen wil van je winnen. En ik heb er soms moeite mee. Als het er dan hard aan toe gaat en ik ben mezelf, dan krijg ik of medelijden met de tegenstander, of ik voel me lullig. Of... Okay. Maar de andere kant is, ik presenteerde vorig jaar een toernooi, een toernooi waar jij speelde. Ja. En ik ga nooit meer vergeten hoe jij op die baan kwam. <laughs> en hoe jij ook op die baan stond. Ik ben in mijn hele leven voor <laughs> niemand ooit banger geweest, ja, daar, Peter. Oh, hier, echt? Was je, hier was je bang oh, voor. Echt bang. Ze had een blik. Want, Als want, ik niet op, met padel van jou kan winnen... dan vreet ik je gewoon op. Okay, Heb ik ook gewonnen. Okay. Dat had jij. Ja. Oh, en echt? Dus en ik, ik ben me daar dus helemaal niet van bewust. Ik, ik he? vond het Boy, spectaculair. Dat meen ik serieus. Okay. Ook, ik vond het eigenlijk heel positief. Hoor. Maar je moet ook bedenken... er zijn ook heel veel sporters... die natuurlijk gewoon op een baan, de baan oplopen. Op ja. en, en jij... Jij loopt niet de baan op. Jij trekt ten oorlog. Nee, maar ik vind dit. Ja, ja, ik vind, wel. ja en ik merk aan jou ook. En dat vinden wij allebei mooi ik toch? Geniet ik vind het er erg mooi. Ik ken het natuurlijk uit van veel acteurs die zitten in een hoekje. En het zijn een beetje grijze muizen. Tot ze het podium oplopen. En denken: wat is dit zeg? Ja. Dat, dat spatten vanaf. Dat knalten van. En dat is, dat, dat is ook de magie ervan. Steffi staat 1-0 voor in ja, Met Opkomst. Ja, uh, Oh, dat is dus grappig. Met dat heb Verdef ik dus is nooit ze, uh, zo zelf ervaren. Ja, ja. Ik stond in ieder geval als, als toen ik jou op. Uh, uh, ik kondigde jou aan. En ik stotterde het bijna. Ik, ik stond 1-0 achter bijna. <laughs> ja, ja, ik zie je ook steeds oh, verder naar achteren zitten. En onderuit. Maar, sorry, je... <laughs> ja, ik zal hem even, ja, even pakken. Maar we zitten nu met, met de echte Steffi. Ja, fijn wel. Even, ja. even relaxed nu. Maar misschien is het ook de uitstraling qua hoe ik. Ik heb natuurlijk tato's. Ja. Dat is al een bepaalde vibe. Um, en ik heb wel, als ik de baan op ga, alles moet wel een beetje gematcht zijn qua kleur. En het is natuurlijk een bepaalde image, denk ik. Nou, die wat, ja. wat, wat wat dat, uh, alles moet een beetje gematcht zijn in ja. kleur. Hoe bedoel je? Nou, kijk, uh, heel simpel. Als ik iets aan heb met wit-blauw, ik noem maar wat. Oh, wat, wat jij aan? Ja, hebt, dan je? moeten mijn schoenen matchen, mijn sokken moeten matchen, mijn hoofdband, mijn zweetbandjes. De het na, is wel allemaal. Mijn nagels, het moet wel een nagels, beetje verzorgd. Zie je nou, zie je, even nagels. Dit is een toevalstreffer. Nee, het is geen toevalstreffer. <laughs> Verwacht je dat ook van de mensen aan wie je les lesgeeft? Uh, nou, van jou wel eigenlijk, als je komt. <laughs> ja, <laughs> ik wil wel een mooie zweetband en een hoofdband erbij. Ja, ja ik ook. Dat lijkt me echt geweldig. <laughs> <laughs> Oké, okay, nee, dat, dat neem ik mee. Heel goed. Um, en heb jij dan dus ook een favoriet iemand met wie je speelt? Ja, ik heb wel een, een favoriet maatje, ja. ja. Wie is dat? Dat is Marcella Koek daar ben ik eigenlijk um, een soort van serieus mee begonnen. ik ben natuurlijk met Misha begonnen voor de fun en zij raakte zwanger en toen ik echt serieus naar het ek ging, uh -huh. ben ik gekoppeld aan Marcella en wij kennen elkaar al 25 jaar uit de tennis en wij zijn allebei als we de baan opstappen we willen gewoon echt winnen en we hebben echt wel raakvlakken hier en daar en het stukje dat je elkaar al lang kent schept natuurlijk ook wel een beetje vertrouwen. dat hebben wij en, ook uit. Um... hebben ja. elkaar al lang kennen. ja fijn en dat schept wel vertrouwen. Ja, ja, toch? En jullie hebben zelfs ook een coach, toch? Ja, we hebben ook een coach, ja. Dat vond ik bijvoorbeeld ook indrukwekkend. Dus ik op dat toernooi kwamen ze ook met een coach. Ja. En, en wat, wat, wat is de rol van een coach tijdens de wedstrijd? Mag hij iets zeggen? Ja, iedere wissel. Dus bij iedere, na iedere twee games, mag de coach, mag je okay, aanwijzen. Ja. Eigenlijk zoals bij de Davis Cup zou je kunnen zeggen. Ja. ja, toch? Ja, en op toernooien is het echt wel heel belangrijk hoor. Het is echt wel een onderschat iets. Um, ja, ook. Je ziet soms bepaalde dingen niet als je zelf in het spel zit. Dus mm -hmm. ik ervaar het spel op een bepaalde ja. manier, Marcella ook, en soms wijken we van elkaar af omdat we het anders ervaren. En een coach heeft een soort helikopterview. Die zit daar buiten en die kan precies zien wat er gebeurt, wat er nodig ja. is. Hey, en je bent zelf ook coach trainen. Ja, trainer. klopt. Wat, wat, wat voor trainer ben jij? Ben je, ben je een hele invoelende, lieve, zachte omdat ik zoek dus een trainer dus ik wil Ja, uh, nou ja, eigenlijk wat je opnoemt dat ben ik. Ja, <laughs> en wat voor nou, trainer zou jij willen hebben? Een lieve, dus zachte, uh, bemoedigende trainer. Nou ja, iemand die wel in mij gelooft. Mag ik toch wel zeggen, geloof jij een beetje al in ja, ik heb wel een goed gevoel bij Peter. Ja. Ik vind en ik een... heb een heel goed gevoel bij Steffi. Ik, ik, ik zit alleen... Ik ben al in mijn hoofd bezig met welk setje ik aantrek. Want het moet wel een oh. beetje matchen. Maar het is al wel een beginnende match dit, jongens. Ja, ja, ja. Ik, voel ja, het wel. Ja, ik moet, uh, ik iets, moet iets, even ja. die, die, die slappe joggingbroek... die moet ik dus weer... Die, met, die, die ja, dat kan vasten. niet hoor. Dat kan nee, niet nee, hoor. De slappe nee, joggingbroek, die laten we Dat is het dus. echt no, uh, no, not done. dat is een beetje uit de tijd. Ik speelde afgelopen week, ik heb zijn naam even opgeschreven, tegen René Lindenberg. Ja. En ik ben werkelijk tot op het bot vernederd en weggeslagen door hem. Terwijl ik best wel mijn best deed. <laughs> en uh, ik speelde met uh, Frank, de boer. En we hadden echt een leuke sfeer. Dat heb ik ook van jou en van vorige week meegenomen ja. van... Ik ga nu eens een keer niet zo je over. Je gaat de... je niet ergeren aan je medespelen. Want dat kan hij. Hij ja. zei: als, als ik één keer met, met iemand speel. die er geen bal van kan. ga ik nooit meer met hem spelen. En ja. ja, dat wil dus, ik niet. Ja. heb ik geen zin in. Ik snap je wel. Ja, ik wil <laughs> gewoon. Nou, maar, 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 maar ik heb ook. Ik heb <laughs> Oops, ook oh, aangepakt. Oh, wat, wat hebben ze dat leuk? Steffi en Jamie. Ik snap je wel. Dank je nee, wel. <laughs> Ja, dus dan spelen wij één keer samen. En dan wil je daarna nooit meer met mij spelen. Ja, maar ik ben dus een verhaal aan het vertellen. Dat ja, dus ga maar door. Ik ben dus bezig om ik dat even dus rustig water aan te passen. Nee, maar ik wil dat dus aanpassen. Dus ik ben weggeslagen. Ik ben kapot gemaakt, werkelijk. Ja. Niet één set of twee set. Gewoon drie, vier setjes op rij verloren. En... Ik nou heb ja hardst... gewoon van iemand die steengoed is, ja, dan is steen... het ook geen pure be bewondering. Puur... Nou, wat fijn ja. dat jij zo goed bent. Nee, maar het is toch zo dat ik het ook zo leuk heb gehad, ook met Frank. Okay. We hebben het oh, echt gezellig gehad. Heen. Daar oh. wilde ik proberen. Dus we hebben het echt gezellig gehad. We hebben bijvoorbeeld ook tussen de nou. sets door eens een keer. Wat gedronken en elkaar uh, iets gevraagd. Oh, dus je bent echt in een week al enorm veranderd. Nou, ik wilde maar zeggen, ik heb wel iets gedaan. Met Jij gaat week. steeds meer op mij lijken. Dan probeer ik in Maar ik geval. voel dat ik steeds meer op jouw oude zelf ga lijken. Je wil niet gaan, hè? Ik word bloedje fanatiek. Lekker nu. man. Kun je veel geld verdienen met een wedstrijd? Nee, helaas niet. Nee. Nog niet. Noemen ze een hoofdprijs: 600 euro. Als je in Nederland het, het hoogste toernooi wint, dus dat noemen ze een P500, dan pak je volgens mij 425 euro. 425 euro ja. als je een toernooi wint. Hè? Als je het wint, hè? En dat is dan het hoogste toernooi van Nederland. Dat is een hobby. En dat is al beter, ja. hè? Vorig jaar was het de helft. Ze hebben het verdubbeld. Het was de helft. Dus jullie zijn, dus eigenlijk de top, de padel top, ook bijna misschien zelfs wel veel voor deel internationaal. Moet het hebben van een soort sponsoring of zo. Ja, kijk, in Padel is het heel normaal dat je shirt sponsoring hebt. Ja. Dus je hebt verschillende sponsors op je shirt. En die, bepaalde, die betalen een bepaald bedrag. En daarmee kan je reizen, et cetera. Hm. Alleen als je dat niet hebt, is het gewoon heel veel eigen investering. Zijn er kinderen die een poster van, van, van jullie twee op hun nou, kamer hebben? Dat is dus hebben, het, denk het grappige. Je? Wij zijn dus in Nederland helemaal niet zo groot dat er überhaupt posters worden gemaakt of iets. Er is geen poster van jullie. Nee. Je kunt, niemand kan dat op zijn kamer hangen. Nee, er is niks eigenlijk. Ja, welke dus had jij op je kamer, Steffi? Welke, welke poster ja, had jij dat, op je kamer? Dat klinkt heel gek, maar ik had heel veel posters van mooie auto's. <laughs> ja. En daarnaast ja, mooie, mooie mannen: mee. Brad Pitt, David Beckham. Um, maar, ja, wat moet wie <laughs> bezig? Ik had ook tennisters, dus ik had wel Steffi Graaf okay. toen de tijd. Oh ja. Ja. oh ja. En ja. jij? Jamie, ja. wie, welke poster <laughs> had jij op je kamer? Anna Kornikova. Anna Kornikova. <laughs> <laughs> nou, het, is, het is eigenlijk heel gek. Een poster gesigneerd en wel op mijn, uh, op mijn kamer. Was. Van? Ja, je wil, ja. Richard Kruitschek. Had jij een poster van Richard op ja, Hij kamer? hangt nog steeds op mijn kamer. Gesigneerd? Gesigneerd en wel. Maar dit is je baas nu. Dat is nu mijn baas, al, al vijf jaar, ja. <laughs> ja maar bij het ABN. Ik, bij het ABN. Ambro Tennis toernooi ja. is hij mijn baas. En hij weet dit ook niet. Dus ik had ook eigenlijk gehoopt dat je bij haar die vraag hield. Maar ik heb nog steeds, ik zal je foto En die heb je, je daar zien. nog steeds hangen? Die hangt daar nu nog steeds. In mijn kinderkamer, zeg maar, bij mijn ouders thuis, hang ik ja. nog steeds in die kamer de foto van Richard Kruijtschik gesigneerd. en wel. Oh. Zullen we het heel even, even ophouden? Wij gewoon. Dat we even pauze nemen van onszelf. Even luisteren. Ja, oké. Okay. We gingen de straat op en vroegen: wat weten de mensen op straat over de top van Padel in Nederland? Wie is op dit moment nummer 1 bij de padellers in Nederland? Geen idee. Zo'n dus een gokje? Ik ken geen enkele padeller. Nee, ik weet het niet. Dat weet ik echt niet. Ik heb, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Geen idee. Zo, nee. Dat zijn de boertjes, denk ik dan. Frank de Boer en Ronald de Boer. Ja, ja. Dat zijn de beste padellen van Nederland? Ja, dat denk ik wel. Er zijn er nog een paar van die voetballers, maar ik kom even niet op die namen. Sorry. Anjo Robben. Bijvoorbeeld, ja. Okay. Heb je ons gehoord van Bram Meijer? Nee. Okay. Of uh, Marcella Koek? Nee. Zijn jullie dat toevallig? <laughs> geen idee. Ben jij dat? Ben jij dat? Ik? Ja, geen idee. Nee, ik moet u teleurstellen, ik ben het jammer genoeg niet. Ik okay. vind het is spectaculair om naar te kijken, Padel? Ja, maar ik vind het spectaculair om te spelen. Nee, ik totaal niet. Maar ik zou het wel eens willen kijken. Ja, ah, het is wel spectaculair. Ja, dit ja, is wel leuk om naar te kijken. Maar denkt u dat er een toekomst zit in de topsport van het Padel? Zeker, zeker, zeker. Nou, dat was toch interessant? Ik vind het ook wel leuk wat, wat wij hiervan vinden. Ja, ja ook, natuurlijk ook. Ja, ook. Maar we moeten het breed aanpakken. Oké. Okay. Steffie, dan wil ik iets met jou, uh, want uh, ik heb met Jamie al diverse verse Jamie is een, een enorme mierenneuker over hoe het veld eruit moet zien. Ja. Uh, waar, een, waar een goede uh, wand aan moet voldoen. Die moet gewoon schoon zijn en droog. Oh Jamie, en jij wij als zijn echt gemaakt. Ik ben ja, ook zo. Ja, ik speel ja. binnen, de ook wand ook is schoon maar... en gezeemd. Geen zand op de baan. <coughs> ja. En ik graag nieuwe ballen. Nou, ik sluit me volledig aan. Ja, zand op de baan is voor mij echt een no-go. Nee, voor mij ook. Want ik ga natuurlijk als een of andere gek over die baan, dus dan lig ik weer op de grond. En de ballen remmen af. Sowieso. Oude ballen, dat is natuurlijk ook niks. Nee, want, want als we zijn je een bal wil spelers. poweren, dan gebeurt er niks. Goh, een, ja, we ja, willen die bal die kooi uitslaan. Dat kan niet met oude ballen. En als de glaswand vet of niet schoon is of nat... Ja, dan ja. Uh, succes. Wordt het ook een uitdaging. Oké, okay. uh, okay, maar van Steffi begrijp ik het. Dat is de nummer één van Nederland. <laughs> ja. Jamie, ik, ik, heb, ja. ik heb het lijstje zitten kijken. Ja. De top 100 ja, van waar. Nederland. En ik kwam jouw naam daar helemaal niet bij tegen. En nee, toch dus... ben jij precies hetzelfde. Ja, is ook wel... Echt heel misplaatst, maar ik wilde er toch niet in veranderen. <laughs> Het is echt heel misplaatst. Nee, maar weet, uh, ik denk dat ik dat niet zo erg vind. Nou, dat ja, is niet zo erg. Nee, maar kom op. op de ook, jij gaat op. Ik met ben een, een buitenspeler, niveau. hè? Nee, maar Peter, jij gaat ook met een bepaalde intensiteit, dat wil ik van je. Ga jij ook een keer nu padellen en je gaat er wel echt voor. En niet, we gaan even gezellig spelen. Dan ja, weet je maar waarom? ik, ik wil kan, er ik kan nu ook. L Ach. Wacht even. Uh, uh, ik kan heel slecht tegen mensen die, die, uh, die het nog, nog niet heel goed kunnen. En die komen met een tas aan met twaalf records uh -huh. bij tennis. En dan denk ik, ja. hé, hey, gast, je hebt echt aan één record genoeg. Je hebt ook niet de kracht om ook maar één snaar kapot te slaan. Nee. Er zit geen enkele topspin in de ballen die je slaat. Eén racket, heb je echt wel genoeg aan. Ik heb één racket en als hij tijdens een wedstrijd kapot gaat, dan vraag ik aan de tegenstander. Nee. <laughs> heb, heb je een racket voor mij? En wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze nee. Ja, dat dacht ja, ik dan. Ja, maar goed, oké. Okay. En dan, dan zeg ik, nou dan vraag dan loop ik, want ik woon echt tegenover de tennismaan. Loop ik even naar huis, dan haal ik het racket van mevrouw. Dus dan weet je een beetje welk niveau ik speel. Ja, nou, ik denk dat jouw rekent op jouw niveau. Ik denk dat je beter speelt dan. Ik vind dat jij ook wel eens een nieuw tennis. Waarom ben je zo minimalistisch, Peter? Wat is dat? Is dat een, is dat een sport van jou? Of is het een hobby? Zo van, je bent best succesvol, mag ik wel zeggen. Je hebt meer dan 400.000 mensen op uh, Twitter. Die volgen jou. Ja, ja. Dus je. Jij zou een nieuw racket kunnen betalen. Maar die volgen me niet omdat ik tennis. Nee, dat gaat het niet om. Het gaat, dit is ook jouw plezier. Ik denk dat jij een ander tennis racket kan kopen. En zou je dat niet eens leuk vinden om dat eens te onderzoeken dan? Nou, jij hebt het steeds over tennis. Maar ik ben dus nu helemaal padel. Ja, oh ja. Dus uh, ik heb geen tennis racket meer nodig. Nee. Ik ben, uh, volledig... Ga jij dan nu flink investeren in een echt padel racket? <laughs> Wil jij er maar een rekketje? Ja, ik ga iets voor hem fixen. Komt helemaal goed. Even te leen op zijn minst ja. dat hij wat kan testen. We hey, ook nieuwe ballen gaan we regelen. Dat is ook ja. zoiets. Maar dat, is, dat snap ik met de top. Daar zie ik dat snap ik. Als je een topwedstrijd speelt, ja. uh, om de... ik speel ik gewoon uh, twee maanden met hetzelfde blik ballen. Vind ik belachelijk. <laughs> Vind ik echt raar. Tennis is leuker met gewone goede ballen. Alleen al Peter, Peter. alleen al dat blik. Open trekken ja, dat en even, zelfs, dat even ruiken aan ja. een nieuw blik ballen. Dat ja. is net als gemaaid gras of een open ja. haartje. Zalig moment. Daar heb je gelijk Het openmaken, nou, maar dan... Dat, um, dan pak ja. je daar weer die oude. Nee. Ja. nee. Oud het en die ballen, ja, ze stuiteren niet heel erg, maar goed. Um, ik is dit ben, ik een sport niet... van jou om het zo minimalistisch allemaal te houden? Waarom nou, moet ik dat Nou, ik ben zo? een aanpasser. Ik, ik, kan, ik vind dat ook, ook de uh, Kijk, topvoetballers die ook, dat, dat, dat moet een biljart laken. Weet je waar ik op gevoetbald heb? Dat zijn echt wel andere velden met koude erin. En, en, uh, en dat is helemaal niet zo slecht. Johan Cruijff die trainde vroeger gewoon op een parkeerplaats. Waar je hard kon vallen tegen grote jongens. En hij zei, mijn, mijn, mijn grootste uh, uh, techniek kreeg ik door op zulke terreinen te spelen. Dat ik moest me op alles aanpassen. Ik moest lichtvoetig zijn. Ik moest ver om de tegenstander heen. Mm. Daardoor is hij zo goed geworden. En, en dat heb ik van hem overgenomen. Ik train mezelf in moeilijke omstandigheden. Ja, ja. ja. <laughs> oh, die toon. Daarom ben je zo goed in alles. We gaan naar Steffi weer. Ja, want het is namelijk echt Ik vind goed. het wel hij, een heerlijke discussie, hoor. Mag hij nu na alles wat hij heeft gezegd nog wel? Want ik vind het een beetje halfbakken. Mag hij nog bij jou komen trainen? Zeker weten. Nou, ja, dat ja. wel. Ja, ja. Dan? ja, ik heb een groot zwak voor hem. Ja, maar dan gaan ik voel, ik voel, ik voel dat ze daar echt iets hebben. Dat, dat, en ik, ik, en ik, ik hou me vast. Steffi, ze, ze, ze gaat spelen. Ja. Twee maanden later halve finale NK. Kijk, ik snap wel dat ik in, in de categorie 50 plus dan moet gaan. Dat snap ik ook wel. Maar dan pak ik wel gelijk. Da, 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 even, even mijn puntjes pakken en, en een halve finale. En, ja, ik zie het gebeuren. En ben je heel teleurgesteld ja, maar je als het, het dan anders, Zeker, en ook niet loslaten. Maar nee. zou jij om kunnen gaan... Met de teleurstelling moeilijk. als dat net iets moeilijk. Op... Nee, ik ga nu ook voor de pure winst. Ik heb een trainer die ook perfectionistisch is en die, die, die veel van mij eist. En, en ik, ik wil haar ook niet teleurstellen. Nee, ik ga nou echt vol erin. Stefan, zou jij met deze instelling hem naar de top van zijn leeftijdscategorie willen begeleiden? Ja, zeker als hij er vol in gaat. Ja. Ja. Zo'n mooie toekomst voor dus je. hij bent. kan alle kanten nog op. Ja, echt waar. Ik hey, denk en je kan naar het WK, veteranen. Hebben we ook nog? En, en waar is dat? Ja, dat was vorig jaar in Las Vegas. Wow. Oh, een Kijk, coole locatie. Daar gaat hij hoor. Ja, ja. <laughs> ja. Zal ik je helpen boeken? <laughs> ik boek de tickets voor je. Hè? Nee, ik neem alleen mijn coach mee. Ja, nee, maar ik ga niet gezellig. mee. Oh, ik schrok even. Ik ga je gewoon, ik word je producer. <laughs> ik ga gewoon, zeg maar, zorgen dat jij er komt. Ik nee, maar boek je ik, ik dacht kamer. eigenlijk dat je zou zeggen: um, ik zou het wel leuk vinden om, om met jou te gaan spelen. Maar dat, dat is niet bij jou opgekomen. Aflevering 2 heb <laughs> We hebben nog even te gaan. Aflevering 2. <laughs> Steffi, um, sta jij. Dat is met Padeelnaam gewoon, maar sta jij ook altijd aan één kant? Ja, ik sta op rechts. Altijd. Al sinds dat ik speel. Maar dat is begonnen omdat ik met Misha speelde. En die was bijna 10 centimeter langer. En de langste speler staat eigenlijk op links omdat alle bandega's in het midden worden genomen door de linker speler. Bandega's moet je even in het Nederlands vertalen. Ja, Bandega's is eigenlijk je voorhandkant zit in het midden als je op links staat. Je backhandkant zit in het midden als je op rechts staat. Ja. Nou, alles wat hoog door het midden komt, is voor een voorhandspeler makkelijker, want dat is voorkant-hand. Ja. Dus dat is eigenlijk zo begonnen. Nou, toen ben ik naar Marcella geswitcht. en die speelt al best wel wat jaren. Op links. Dus zij was zo gewend aan haar linkerkant, dat ik gewoon op rechts ben aangeschoven. Alleen mijn back-end kant is heel sterk en ontwikkeld. Dus dat is best wel een soort verrassingselement. Want die zit in ja. het midden. Dat zou ja. je niet verwachten. en in het verwachten. midden eis ik hem vaak op. Oh ja. um, en ik heb de powersmash. En die zet ik vaak in op de rechterkant, parallel. En dat is ook een soort verrassingselement. Dus zo zijn we hem eigenlijk door gaan zetten. Dit was dus allemaal in het Nederlands, hè Peter? Dit ik allemaal Nederlands. Maar heb jij er iets van begrepen wel? Jawel, ik, ik begrijp dit heel goed, ja. Maar ook dat je dus een eigen kant hebt in padel? Nou, dat ik, de, um, ja, ik, ik vroeg me af of je mocht wisselen. Maar, natuurlijk mag je vast wel wisselen. Maar je bent zo gespecialiseerd in die ene kant... dat je in de top niet meer wisselt. Nou, toen ik net begon met padel, dacht ik van... jeetje, wat maakt het nou uit links of rechts? Net als met tennis. Dat maakt toch niet zoveel verschil? Alleen je staat natuurlijk een soort van vast in de hoek... omdat je met het glas te maken hebt. Ja. En het is echt wel anders om op rechts of links te staan. Op een gegeven moment ben je gewoon wel gewend aan je eigen kant. En voel je op de andere kant voel je niet helemaal. Thuis. Terwijl het wel logischer zou zijn, ergens vanuit een ander perspectief, om jou op links te zetten. Want het is ook het verhaal dat de meest aanvallende speler, de bepalendste speler, ja. vaak ook rechtshandig op links staat. Ja, ja. alleen terwijl het heeft wel met je lengte te maken. En ik, en ik ben vrij ben niet lang. Ik ben heel lang. Ik ben vrij lang. Ik ga, ik ga op links en ik mm -hmm. heb ook een behoorlijke power smash. Je bent heel dominant. <laughs> Ja, ja dat heb je ook nodig in woord in board? nou ik denk ook inderdaad nou, want ik ben linkshandig en ben ja, dus dan tegen moet je mijn... op rechts ja maar dat was dus vanuit het tennis waar ik altijd weer op links stond want ja. in tennis werkte dat dus werkt het niet zo ik heb me wel een tijd nog steeds sorry, maar behoorlijk verdwaald gevoeld aan die rechterkant ik denk ja. ik sta toch aan een rare kant en die snap ik want jij oh. hebt natuurlijk bekkend bij het glas dat ja. toen... dus dat is voor een lefty niet fijn maar wij zeggen iedere week op de padelbaan ik zei het vanochtend nog de lefties moeten verboden worden op de padelbaan want jullie effect draait de andere kant op. Dus jullie hebben heel veel voordeel. Ja. Dus jij hebt heel veel voordeel, maar dat heb je nog niet door. Nou, dat heb ik wel door. Oh, oké, okay, heel goed. Nee, ik heb het eigenlijk ja. niet door. Nee, dat is wel echt. Uh, je hebt wel heel veel voordeel hoor, op die kant. Ja. Nou, dat voelt niet zo. Je maakt ons recht. spelers zo wel eens. Uh, overduidelijk kijk. waar je heen wilde. Hm. Echt. Dat, uh, je, je stuurt het echt naar de laatste zin. Jij hebt zoveel voordeel. En, uh, en ik zag je ook een, een klein stukje groeien. Ja. Ja. ja, maar dat mag toch dat de nummer één van Nederland mij ook even laat groeien. Ja, maar dat is ook hartstikke goed. Vind ik wel even hartstikke lekker. goed. Uh, Wat ze wel heb, niet allemaal nou, voor jou ik moest heeft. Ik ga doen. Ik moest een beetje lachen om, want, want die baan is niet zo groot. Ik voelde me helemaal <laughs> verdwaald op de padelbaan. Wat ben je uh. dan een aansteller, zeg? <laughs> Droom je van padel? Nee, nee. Nee, dat hou je er buiten. Ja. ja. ik ben daar de laatste week namelijk mee begonnen. Ik droom op het moment heel veel van Pardel. Weet je wat ik zo gek vind, Peter? Een deel van de vragen die hier nu ook stelt aan haar, ik heb bijna het gevoel alsof het tips en tricks voor je eigen weg naar de top zijn. Dat jij dit voor jezelf om aan het vragen bent. Is het zo duidelijk? Ja, het is een enorm eigen belang in dit verhaal. Dan. Ja, ja, ja. ja. Nee, Oké, okay. ik, 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 ik moet even wat stapjes terug. Ik, merk ik een beetje... Nou, we gaan nu wel. Eventjes... We zijn hier een podcast. We ja, maken ja, we het nee, afnemen. Nee, nu gaan we. Wat? Wat, wat, wat hoop je dat er gebeurt? Of hoe zie je Padel in Nederland over tien jaar? Hoe, hoe, hoe groot is het dan? Hoe belangrijk is het dan? Nou, ik denk dat Padel wel um, een beetje in de cirkel gaat komen van tennis-voetbal. De populariteit. Het is natuurlijk of tennis of voetbal. Hockey zit daar natuurlijk een soort van net onder. En ik denk dat Padel wel echt een toevoeging gaat zijn. Dat het echt wel uh, heel groot gaat worden. Het is natuurlijk al mega populair. Maar ik denk op het moment dat de jeugd. Daar zit wel echt het punt, het verschil. Recreatief en op de leeftijd van volwassenen zijn er natuurlijk al zoveel mensen aan het spelen. Maar ik denk dat als de jeugd ook echt gaat spelen, dat het een soort van normaal wordt. Van oké, okay, ik ga op tennis of voetbal, dat het dan wordt. Oh, ik ga op uh, padel of tennis of ja. voetbal. Dat het een beetje daar komt, denk ik dat het wel echt een hele grote speurt gaat maken. Voel jij je verantwoordelijk om dat mede groot te maken? Ja, het lijkt me wel heel tof om een soort van voorbeeld te zijn voor de jeugd. Okay. Alleen dat heb ik natuurlijk niet alleen zelf in de hand. Het um, ja. zou natuurlijk heel fijn zijn als ook de KNLTB ons daar een soort van nou ja, in zegt, een, uh, voorbeeldfunctie geeft. Voorbeeld voor de jeugd, maar, maar ook voor de wat oudere man. Iets die, ouder. Uh... Ik vind dat wij, bij jou speelt leeftijd niet. Leeftijd is maar een getal, hè? je weet het. <laughs> nou, okay, ik, ben, wow. ik, ik heb al mijn vragen gesteld. En, uh, <laughs> dan zit je nou eens te lachen. <laughs> nee, ik ik, als jullie het afronden, ik, ik ga, ga eventjes wat nieuwe kleding bestellen. Ja, uh, oh ja. Uh, uh, online. Ja. <laughs> maar wil je wel dan. Uh, <laughs> wil je helemaal niks meer zeggen? Zijn... Nee, ik, 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 ben, ik, ik zit al in een soort uh, uh, nieuwe richting. Ik... Steffi, mm -hmm. ik vond het echt geweldig dat je hier was. We hebben volgens mij heel veel gecoverd. Posters moeten er komen. Posters We gaan moet er de komen. bond aanschrijven. Budget, dat van de, budget van de moet er komen. Top, top 10 mannen, top 10 vrouwen. Posters. Ja, posters. En jij een mooi setje. Moet ook even via de Ja, bond. ik moet wel. Maar ik ben, uh, Dat, dat, dat klopt. ook toen ik gymleraar was. Ja, ik, ik had niet die, dat soort pakken. Dat, dat, omdat ik ook laagdrempelig voor, voor iedere kind in de klas wilde zijn. Van, ja. Het maakt niet uit wat, wat je aan hebt. Maar jij krijgt een record met hele mooie puntjes. Steffi, je nee, krijgt van mij. nee, Jeff heet dat, dit is nee, voor je spin. En je krijgt van mij een hele mooie een blik gloednieuwe ballen. Ja, want dan daar je... kan ik weer een paar maanden mee doen. Daar kan je twa twaalf jaar mee doen. En dan <laughs> kan je vervolgens zelf een setje aanschaffen. En dan gaan jullie lekker een keertje spelen. Oh, Absoluut. Lekker padellen, leuk. Ja, hartstikke leuk. Steffi, nogmaals, heel veel dank dat je hier was. Graag gedaan, ik vond het leuk. We zijn leuk. verder gekomen. Nou, en of. En wil jij iets zeggen over. Want hè, het blijft toch, we blijven maar met grote namen strooien. Uh, Wil je iets zeggen over de volgende aflevering? Ja, ik aflevering? denk dat de volgende aflevering, daar kan ik wel een omschrijving maar Dat is ook echt weer een hele grote naam. Dat is eigenlijk de man die, die Padel naar Nederland heeft gebracht. En die, dan, dan hebben we het, het over, over een topcoach. En als je het hebt over een topcoach, dit is, dit is echt hij die tot aan de hemel ruikt. Hij die tot aan elke hemel of een bepaalde hemel? Nee, dat was zijn bijnaam in het Koreaans. En daar laten we het bij, hè? Steffi, dankjewel. Graag gedaan mannen. Het was leuk.